We zitten midden in de tweede lockdown en die is voor niemand leuk. Ik had natuurlijk al even voorbereid met het bedenken van ideeën voor mijn vlog. Maar van de 10 ideeën die ik heb bedacht, kunnen er precies 0 doorgaan. Dus laat ik nu eens even bespreken wat Harme Frode Vlog 127 tot met 136 geworden zou zijn als er geen corona was. Voor Harme Frode Vlog 127 zou ik samen met Thijs gaan naar het verlaten gebouw om het volledig op te blazen. Plan Chernobyl, dat hebben we natuurlijk niet voor niks bedacht. Ik heb het er met Thijs nog niet over gehad, maar ik denk dat hij het een ontzettend goed idee vindt. Harme Frode Vlog 128 zou een beetje het vervolgje worden op de vorige vlog met Jade, waarin we natuurlijk hebben gezegd dat we zouden overnachten in een parkeergarage. Dus in Harme Frode Vlog 128 zouden Jade en ik dat echt gaan doen. Ik heb Jade er al wel over gesproken en ze staat er heel positief tegenover. Toch, Jade? En natuurlijk hoort er ook altijd wel weer een fietsvlog met Lucas bij. Dus in Harme Frode Vlog 129 zouden Lucas en ik 2 weken gaan wildkamperen zonder geld. En dan fietsen we gewoon en waar we aan het eind van de dag stoppen, gaan we wild kamperen. Helaas gaat het nu met corona natuurlijk niet open, alle campings zijn dicht en al dat soort dingen. Snap je, wild kamperen op campings? Ik heb Lucas er trouwens nog niet over gesproken, maar hij ging wel met lachsmileys reageren. Dus ik vraag me af of hij het plan ontzettend serieus heeft genomen. Uiteindelijk hoort er ook altijd even 1 simpele vlog tussen. En dat wordt Harme Frode Vlog 130. En daarmee in Harme Frode Vlog 130 zouden Leon en ik samen zijn zus gaan bellen. En dan een prank call doen. Ik had die nog niet heel goed voorbereid. Kunnen we even opnieuw doen? En die prank call zou dan wel een heel goed idee worden. Vanaf Harme Frode Vlog 131 wordt het echt tof. Wouter en ik zouden samen inbreken in een verlaten militaire basis en daar 2 bazooka's en een tank meenemen. Wat best wel een leuk idee was. In Harme Frode Vlog 132 zou ik samen met een heleboel mensen van de Schotlandgroep teruggaan naar Schotland binnen 24 uur en daar een reunie organiseren van de Schotlandreis. Alleen kan dat nu helaas niet. Ook alleen op deze foto zie je al hoe weinig we op 1,5 meter staan. Dat zouden we dan 24 uur lang moeten doen. In Harme Frode Vlog 133 zou ik samen met Maarten naar Hollywood op vakantie gaan. Gewoon een weekje daar, superleuk. Ik heb Maarten erover gesproken. En hij reageerde, ik stalk nog liever Lucas Raus. Dus misschien dat er nog andere vrijwilligers zijn. En toen hoorde ik Maartens idee van Lucas stalken. En dat vond ik wel een heel goed idee. Dus er komt iemand met bloemen naar de deur. In Harme Frode Vlog 134 zouden wij Lucas Raus gaan stalken voor 24 uur. Maarten vond het een ongelooflijk goed idee. En die wou ook gewoon meedoen. Dat vond hij helemaal tof. Ik hoorde alleen van Lucas dat hij liever niet gestalkt wil worden. Dus we gaan Wouter stalken. In Harme Frode Vlog 135 gaan we Guido ontvoeren naar het Rijksmuseum. En dan gaan we voor de nachtwacht een selfie maken. Waarom? Geen idee. Maar het klinkt als het beste plan ooit. Welkom bij Gekkenwerk. Maar dat is een andere serie. En tot slot hoort er nog altijd 1 banger te zijn. En dat wordt Harme Frode Vlog 136. Ik zou in mijn eentje naar New York gaan in het weekend voor de toetsweek. Alleen dat kan ook niet doorgaan, want je mag niet eens vliegen, je mag geen reizen maken en zo. Dus al die goede ideeën kunnen niet doorgaan. En dan denk je, oh, dat moet ontzettend zwaar zijn voor de YouTubers. En dat is wel maar af en toe een upload even mist. Omdat dit gewoon best wel lastig is. Qua, ik wil met Thijs en nog wat anderen naar een verlaten gebouw, maar ik mag maar met 2 mensen. Ik wil met Jade een nacht overnachten in een verlaten gebouw, in een parkeergarage. Maar dat mag niet. Ik wil wild kamperen met Lucas, maar ik moet 1,5 meter houden. Ik wil Leon's zus prankallen en dat kan gewoon. Leon, kom eens heel gauw hierheen. Verder wil ik inbreken in een militaire basis, maar dat mocht al nooit. Dus daar verandert vrij weinig aan. Ik wil naar Schotland, dat kan gewoon niet. Ik kan gewoon geen reis boeken.
ik wil naar Hollywood. Dat kan ook niet, want ik mag geen reis boeken. En Maarten wil niet mee. Dus dan sta ik daar straks alleen in Hollywood. Dat is vrij sad. Ik wil Lucas Rouse stalken. En dat kan gewoon eigenlijk. Maarten, laten we Lucas eens heel gauw gaan stalken. En ik wil Guido ontvoeren, maar het Rijksmuseum is dicht. Dan denk je, ja, maar je kan hem toch ook gewoon ontvoeren naar de bioscoop. Maar die is ook dicht. En tot slot wil ik naar New York. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want ik haat vliegen. Dat vind ik echt afschuwelijk. Dus dat is eigenlijk wel leuk dat dat niet doorgaat. En bovendien, midden in de toetweek, dus ook gewoon niet handig. Dus dit waren mijn plannen voor die 10 vlogs. En op dit moment is er gewoon nog steeds geen vlog. Geen hoop op het einde van de tweede lockdown. Around me are familiar faces. Dus het is gewoon echt wel een beetje een verdrietige tijd. En de enige manier om het op te vrolijken is als iedereen die mee zou doen met deze plannen. En dan heb ik het over Thijs, over Jade, over Lucas, over Leon, over Wouter, over iedereen van Team Schotland, over Maarten, over Lucas, over Guido, over mezelf. Als we allemaal afspreken dat na de lockdown, als op de eerste dag dat alles voorbij is, gaan we een verlaten gebouw opblazen terwijl we overnachten in een verlaten parkeergarage, terwijl we fietsen door heel Amerika en overal gaan wildkamperen, terwijl we een prank call doen, terwijl we inbreken in Area 51, terwijl we terugkomen van Schotland in Hollywood zonder Lucas naar het Rijksmuseum. En dat allemaal binnen 24 uur. En als dat gaat lukken, dan is de hele lockdown tenminste nog voor iets geweest. Maar eerst nog één ding. Wat zouden jullie de kijkers het leukste idee vinden? Dat heb ik op mijn Instagram aan jullie gevraagd. En de uitslag is het volgende. Oké, als kijkers hebben jullie besloten dat jullie even graag zien dat ik met Jade in een parkeergarage overnacht, als dat ik met Thijs een verlaten gebouw opblaas. Het grappige was dat het eerste 2 uur vonden jullie het idee van de Schotland-reunie geweldig. En iedereen was voor, dus het was echt 90% voor de Schotland-reunie, 10% voor inbreken in een legerbasis. En toen opeens ging het zo, hoep! En toen vond opeens 60% inbreken in een legerbasis het leukst. Dus blijkbaar moeten Wouter en ik dat een keer doen. En zo besluiteloos als de kijkers zijn, vonden 53% Lucas stalken leuker en 47% Hollywood vlogweekje leuker. Het is nogal een verschil, hè? Tussen Lucas stalken en een volledige week naar Hollywood. Maar ja. Trouwens, Maarten, degene met wie ik naar Hollywood zou gaan, vond Lucas stalken zelfs leuker dan met mij naar Hollywood. Dan weet je hoe saai ik ben. Kijk, de keuze tussen naar New York voor een week of Guido's ontvoeren naar het Rijksmuseum. Blijkbaar is dan het idee van naar New York veel minder leuk dan Guido ontvoeren. Want blijkbaar vinden heel veel mensen Guido ontvoeren een leuk idee. 63%. Maar 37% vindt naar New York een leuk idee. En dat is best wel jammer. Het leukste idee is met 65% dus wild kamperen met Lucas. Dus misschien moeten Lucas en ik dat gewoon een keer gaan doen. En dan wens ik jullie in ieder geval een ontzettend fijne lockdown toe. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk snel weer. Tot ziens, tot later. In Harme Frode vlog 134. Je leidt echt heel erg af. In Harme Frode. Zal ik even wachten of je weg bent anders? Nee. Ik hoorde al. Je maakt te veel geluid. Jullie hebben liever dat ik met Lucas ga wildkamperen dan dat ik gebeld word door Thijs Romein. Maar Wouter die had er niet zo'n zin in en de vaat was gisteren klaar.